de verschillende hulpmiddelen die we kunnen gebruiken tijdens verplaatsingstechnieken, de optrekbeugel, steeklaken, glijzeilen, draaischijf, kuitrol, ofwel voorgemaakt, ofwel een opgerolde handdoek of molton. En als laatste de onrusthekken. Goedemorgen mevrouw, u hebt gebeld. Ja. U moet plassen. Ik heb de bedpan gevraagd. Ja, we gaan daarvoor zorgen. Mevrouw is immobiel aan de rechterkant. Ze zit in een gips. Dus het is dan belangrijk dat wij als verpleegkundigen aan de immobiele zijde staan. We gaan dus zoveel mogelijk medewerking vragen van de patiënt. We plaatsen de bedpan in ons bereik en we gaan gebruik van een rol. Mevrouw, u mag uw been plooien, zo goed mogelijk. Tenen in de lucht. Ik plaats daar een rolletje onder. Straks ga je daar heel goed mogen op duwen. De optrekbeugel vastnemen. En belangrijk is dat je kijkt naar de vingertoppen. Op het moment van klaarhop trek je je hoed op en duw je hoed af op je hiel. Ja? Wij staan als verpleegkundige in ontdek je plekje. Knieën uit het slot, schouders ontspannen. Duikje nemen, klaarhop. Zit je goed, mevrouw? Ja, ik zit goed. Zit je goed? Ik ga je hoofdeinde wat omhoog brengen. Mag je mee optillen met de optrekbeugel? Zit je goed zo? Ja. Ja? Mag de optrekbeugel lossen? Ik ga je wat toedekken. Wat toiletpapier geven en u belt maar straks. Oké, dank u wel. Oké. We gaan de bedpan plaatsen bij een patiënt die zichzelf niet kan optrekken. De patiënt is gewenteld. Belangrijk is dus dat we de bedpan heel diep en hard in de matras duwen en zorgen dat hij onmiddellijk juist zit ter hoogte van het zitvlak. En op het moment dat de patiënt draait, de bedpan tegendrukken. Mevrouw, u mag terugdraaien. Ligt nog niet goed, hè, mevrouw. Hè? Nee. Dus u mag een klein beetje uw hoofd optillen. Ja. Ik ga je bed wat hoger brengen. Ja. Zit je goed zo? Ja, ik zit ja? goed. Hebt geplast, mevrouw? Ja. We gaan hem weghalen. Ik ga je hoofdeinde wat lager brengen. We gaan dus opnieuw draaien. Ja. Mag die arm op je buik leggen. Met die hand neem je het onrusthekken vast en kijk je naar de andere kant. Ik ga ervoor zorgen dat de bedpan recht blijft staan en ga je ondersteunen aan je schouders. Ja. Klaar, hop. En de bedpan wegnemen.